Ja, Nick Bakker, gefeliciteerd met je debuut. Helaas verloren, maar ja, wat een pot om te starten. Ja, het was een aardig potje om mee te beginnen, denk ik, in je eerste minuten voor Heerenveen. Maar ja, ik wist van tevoren dat het een mooie kans was voor mezelf. En jammer genoeg niet gewonnen, maar wel blij met mijn debuut. Je verliest, maar je gaat wel met applaus van het veld af. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat we een rechte wedstrijd van gemaakt hebben. En jammer genoeg onszelf niet beloond hebben met een goal. En dat je echt nog mee gaat doen. Hè? Want voordat zij de 2-0 maken, hebben we onze mogelijkheden wel gehad om op gelijke hoogte te komen. Ja, ik denk dat de supporters gewoon van ons genoten hebben, ondanks de nederlaag. We hebben hard gewerkt, we hebben kansen gecreëerd tegen een uitstekend Ajax, denk ik. En ik denk dat dat is wat de supporters graag zien van ons. En dat we dan verliezen tegen Ajax, dat kan gebeuren, denk ik, volgens hun. Maar wat ik zeg, we hebben goed ons best gedaan, hard gewerkt en hier kunnen we mee vooruit. Nou, het plan wat we hadden gemaakt met elkaar, dat kwam zeker naar voren. En dat zag er gewoon heel goed uit. En het geeft gewoon een enorm goed gevoel. Want als je kijkt naar het elftal wat gekrokt en gestreden heeft om hier een goed resultaat te halen. Dat heeft het publiek gezien. Het publiek heeft daar het klik gehad vandaag met de spelersgroep. Dus dat was heel erg goed. Ik heb natuurlijk een paar keer op de bank gezeten en toen was het niet echt uitverkocht. En ik wist hoe het zou zijn als het wel uitverkocht is van Heerenveen van vroeger. En ja, ik hoop dat het vanaf nu gewoon wordt. Dat het elke week vol zit. Het zou mooi zijn. En Nieuw-Noord had een spandoek gemaakt, oude tijden herleven. Hebben we dat vandaag in ieder geval een beetje gedaan? Ja, dat begrijp ik heel goed. Weet je zo. En zeker dat het gewoon een fantastische sfeer in het stadion is. Nou, dat hebben we zeker gerealiseerd met elkaar. De oude tijden moeten herleven. Ja, dat is natuurlijk, dat willen we ook heel graag. Maar daarvoor hebben we wel een jasje uitgedaan met elkaar. Hè? Ik bedoel, zo simpel is het ook. Maar ik denk dat we enorm trots op het elftal mogen zijn wat ze vandaag hebben laten zien. Alleen ja, je moet het ook gewoon goals maken.